ging vandaag optimistisch het gesprek in met minister Klink, maar kwam er volgens ons iets minder optimistisch uit. Hoe precies en wat er allemaal gezegd is, dat vragen we aan de directeur van Koninklijke Horeca Nederland, Lodewijk van der Ginter. Het geeft een beetje het beeld dat in het zicht van de haven, maar dan spreek ik even voor ons, de minister overboord sprong. We snappen ook dat de maatschappelijke verandering is richting minder roken. Dus we doen graag mee. Minder roken. Dat is gewoon een wet. En nu even terug naar die boot. Want we hebben een wet en er zijn mensen van de horeca die overtreden die wet. En dan zegt u, dan springt de minister van de boot. Het probleem in dit hele dossier, en dat hebben we het vanmiddag uitgebreid over gehad, ja, dat er een paar duizend ondernemers zijn die de prijs van hetgeen wat wij met z'n allen willen, democratisch besloten, wel heel erg hard moeten betalen. Dat zijn namelijk de kleinere ondernemingen. De minister heeft overigens vandaag duidelijk gemaakt dat voor zover die handhaving slecht was, dat hij daar veranderingen gaat aanbrengen. Ja. Dat hij het ook als een economisch delict gaat zien. Dat steunt u ook? Dus dat steunt u? Dat hebben we zelf gevraagd. Ja, ja, okay, precies. Ja. De Nederlandse economie loopt als een tierenlier volgend jaar. Waarschijnlijk gewoon weer voor een bruto nationaal product van rond de 600 miljard. Het begrip tierenlier is een, ik denk dat het een verspreking is van de minister. Ik kan het bijna niet anders voorstellen. Dat de economie blijft draaien, ja, gelukkig blijft die draaien. De verwachtingen zijn dat we qua groei op nul uitkomen. Wat dus achteruitgang betekent. Ik denk spoeddebat goed was, omdat de Kamer de minister op scherp kan zetten van ziet u de gevaren aankomen en heeft u in wezen uw apparaat klaarstaan om iets te gaan doen als u iets zou moeten gaan doen. De absolute blauwdruk is dat we, als het goed is, een verantwoord, dat hebben we ook, een verantwoord begrotingsbeleid hebben. Dat betekent dat als het slechter gaat met de economie, wat nu gebeurt, dat we niet gaan bezuinigen. Een neergang van de economie betekent ook dat bedrijven zich moeten herstructureren. Die moeten zich aanpassen. Werklozen, dan moet je zorgen dat die mensen juist op die momenten dat ze werkloos raken, dat ze zich kunnen omscholen. We hebben een redelijk goede economie in Nederland. Alleen dit kabinet heeft te weinig doorhervormd, waardoor de arbeidsmarkt zijn flexibiliteit niet optimaal heeft. En twee is, dit kabinet heeft zo krap begroot, wat u zelf zegt, dat de ruimte dadelijk in 2009 heel erg klein wordt. Er is een heleboel geld gegarandeerd aan banken in de hoop dat ze onderling weer aan elkaar geld zouden lenen. Gebeurt het ook? Het gaat heel langzaam. Hoe lang zijn we nou bezig met dit hele? We zijn een paar weken bezig. En het beeld is natuurlijk door dat woord, het gevoel van dat we die banken gingen nationaliseren, is dat we die banken nu ook gaan besturen. Ik ben het met u eens. Dat moeten we natuurlijk niet gaan doen. Wij moeten dus nu aan de ene kant geduld hebben en tegelijkertijd moeten we er heel sterk management in zetten. En de overheid moet dat veel slagvaardiger aanpakken. Voorzitter, voor mij is het onmogelijk om dit debat te beginnen zonder een woord van dank uit te spreken aan Ella Vogelaar, onze afgetreden minister. Voordat we nou deze krokodillentranen nog verder krijgen, vindt u dan niet dat mevrouw Vogelaar dat hier zelf had kunnen doen? Mevrouw Vogelaar was communicatief niet de sterkste minister. Maar de vraag was natuurlijk, hoe kan het zo zijn dat de PvdA-fractie de afgelopen weken het idee gaf dat deze minister alle ruimte kreeg en nu opeens, en dat is vandaag wel een deeltje blootgelegd, ja, zelf dan de stekker eruit trekt, daar eigenlijk de opvolger al klaar heeft staan, de premier al een heel antecedentenonderzoek laat doen. Hoe is dit nou eigenlijk zo gekomen? Heeft dit er niet gewoon mee te maken dat Wouter Bos bij de start van dit kabinet deze minister de opdracht gaf geen aanbod aan die wijken doen, maar geen geld meer gaf? Zei, jij bent verantwoordelijk voor de integratie, maar haar vervolgens elke keer voor de voeten liep door te zeggen, ik vind dat je het verkeerd doet. Waar zij integratie zag als iets, dan moet je vooral naast harde lijnen zetten. Ook kansen geven, je moet investeren in onderwijs, je moet in die wijk ook wat veranderen. En Bos, een beetje, ik denk, in het nauw gebracht de afgelopen tijd door het harde hardst. Wilders verdonk, iedereen zit daar rechts op dat de bumper kleven. Er is een moment geweest dat jij beschuldigd werd van het ontvoeren van je eigen kind. Ja. En dat je daarmee ook een ontvoerder was. Ja. Welk moment was dat? Toen ik mijn man vertelde dat ik langer in Nederland wilde blijven. Want je was met je man in Amerika? Ja. Daar woonde je? Daar woonde ik, ja. Er waren best wel spanningen in ons huwelijk. Ik had een hele zware tijd achter de rug. En ik wilde graag tot rust komen in Nederland. Dus je belt je man op en je zegt, schat, en dan in het Engels. Oh, darling, honey, ja, ik doe een gok. Ja. Ja, zoiets, ja. Nou, daar was hij het absoluut niet mee eens. Hij werd ontzettend boos. Hij begon direct te dreigen met de FBI, politie, dat ik gearresteerd zou worden, dat ik de gevangenis in zou gaan. Toen heeft hij zich beroepen op het Haagse kinderontvoeringsverdrag. Toen werd ik dus
plotsklap als een ontvoerder aangemerkt. Dus toen moest je je kind overdragen? Ja. Hoe ging dat? Ja, dat was afschuwelijk. En ik denk dat ik dat eigenlijk nog het ergste moment vond. Dat ik hem op moest pakken. En hij vertrouwde mij volledig. En dat je je kind dan op moet pakken om hem af te gaan geven. Kon je niet mee eigenlijk? Ik was nog steeds bang voor het arrestatiebevel. En, want er was in Amerika een arrestatiebevel uitgevaardigd. Ja. Er wordt volgende week over niet alleen over deze zaak, maar over de kwestie van de kinderontvoering in de Tweede Kamer gesproken. Wat verwacht je er eigenlijk van? Ik hoop in ieder geval dat er meer aandacht wordt besteed aan de belangen van het kind.